Ik geloof niet dat ik ooit zo, zo college heb gegeven. Ik ben wel iemand van het gebaar hoor, maar zo geloof ik niet. Deze kunstenaar die gaat een portret maken van 5 vrouwelijke hoogleraren die heel belangrijk zijn geweest. Of nog zijn in de faculteit Geesteswetenschappen. In je hoofd alles bij elkaar moet zien te krijgen. Perspectief en standpunt. Hier zit het haar al. En ik vind het wel leuk omdat het zijn markante persoonlijkheden die bij elkaar gezet worden. Dat hangt er dan over 100 jaar nog. En dan kunnen ze op gaan zoeken op Wikipedia. Wie was dat nou, die Matthijs? Alrighty. Je kan met een paar snelle, handige streken kan je iemand typeren, maar dat je echt een karakter neerzet, dat heb ik heb daar gewoon heel veel tijd voor nodig. Gelaagdheid. Weet je, om de gelaagdheid van de mensen te schilderen heb ik gewoon lage verf nodig. Zo simpel is het eigenlijk voor mij. Hoe meer ik met ze bezig ben, hoe meer ik het idee heb dat ze enorm verschillen. Ik bedoel, dit zijn gewoon grote denkers. Ze vertegenwoordigen wel 1 groep en ze staan wel voor iets. En de UvA wil er ook iets mee uitdrukken. Maar het zijn individuen en die laten zich toch niet vangen in 1 plaatje. Ja, het gaat op een gegeven moment ook wel een beetje met je aan de haal, zo'n schilderij. Ik vind een heel vervelend dingetje waar ik even weg wil werken, anders word ik onrustig. Het afstand doen van een schilderij, het is altijd vervelend. De intimiteit die je opbouwt met zo'n doek, die dialoog die je ermee voert. En ook alle frustraties die je met elkaar deelt. Maar soms lukt het niet, dan kan ik echt hels worden. En dat soort dingen, ja, dat hebben wij allemaal meegemaakt, hè, dames? Ja, dat weten jullie allemaal niet, maar dat weet ik. En dat zit allemaal in de doek. Het lijkt me heel raar om zeker zo'n doek op een openbare plek te hebben hangen. Omdat het voor mij zo'n intiem ding is. Terwijl het toch gemaakt is voor de wereld.